Welkom iedereen op deze bijzondere dag in het prachtige Parc des Princes in de Franse hoofdstad Parijs. Jeroen, mijn collega hier naast me en ikzelf, zie het. We zitten klaar achter onze microfoons. Nou, het belooft een wedstrijd te worden om nooit meer te vergeten. Want de scheidsrechter heeft vandaag, ja, een vrije dag zeg maar. Die is er niet. Dit is Paris Saint-Germain. En ze nemen het op tegen Atletico Madrid. Nou, zie het. De medische staf gaat het druk krijgen na de wedstrijd, hoor. Dat voorspel ik je. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Een kwartet verdedigers. Een kwartet aanvallers. En daartussenin een tweetal middenvelders. Wat een bijzondere startopstelling vandaag. Ja, tot een jaar of 40, 50 geleden was dit een heel normale formatie. Deze spelers mogen starten in de basis van Atletico. Nou, ik zie hier vier verdedigers, vier middenvelders, twee aanvallers, maar geen vooruitgeschoven middenvelder, geen diepe spits. Is dit een ordinaire, ouderwetse 4-4-2 dus? Ja, dit is de klassieke variant, zeg maar. Hier in het Parc des Princes, het Prinsenpark dus, heeft Paris Saint-Germain geweldige tijden beleefd. En inmiddels is het dé absolute topclub van Frankrijk. Klopt, maar in het verleden hebben ook twee lagere divisionisten hier thuiswedstrijden gespeeld. Dan heb ik het over Racing Club Paris en Paris FC. Tony van der Beek. Tony van der Beek. Net naast het doel. PSG levert de bal in. De speler voert een perfecte sliding uit. Christophe Piatek. En hij zit ertussen. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Paris Saint-Germain zet aan hier. Atletico heeft de bal. Kennedy. Hoge steekbal, goed gezien. Ziet er veelbelovend uit. Timo Werner. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Door die actie is hij de bal kwijt. Donny van der Beek. De paas komt niet aan. Gaat over de zijlijn. Slordig van Paris Saint-Germain, dit balverlies. Hij laat hier moet de voorsprong komen. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Colchoneros, Rogi Blancos. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De frustratie begint nu op te lopen hoor bij de trainer. Het zal echt beter moeten nu ze op achterstand zijn gekomen.
De aftrap en Paris Saint-Germain is met het hoofd in de wolken. Timo Werner. Kennedy. Koek, koek. Hey. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Nee, deze trainer is niet blij. Dat blijkt wel uit zijn lichaamstaal daar bij de zijlijn. Dat had de gelijkmaker moeten zijn. Marcel Schmelzer. Ousmane Dembele. Saul. PSG levert de bal in. Ja, hier is een voorzetbal. Lekkere steekpaas. Hij promoveert dat schot niet tot treffer. Saul. Tony van de Beek. Kans om gelijk te maken. Goal, wat een wedstrijd. Zo vroeg op achterstand en het dan gewoon weer recht breien. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk niet dat dit het laatste doelpunt van de wedstrijd is, hoor. Nou, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. De bal afgepakt. Joshua Kimmich. Kennedy. Timo Werner. Donny van de Beek. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Davy Prupper. Nou, Alvaro Morata scoort die goal. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. In plaats van het hoofd te laten hangen naar die tegentreffer, reageren ze hier op de juiste manier. Zelf scoren. Ja, en dat is nog eens veerkracht. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. En daar is de achterstand voor Atletico Madrid. Komt steeds meer naar voren. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Christoph Piatek. En de paas op Alvaro Morata. Junker maakt door Burki. Heerlijke reactie op die inzet van dichtbij. Bal komt voor in het 16 meter gebied.
En ze werken de bal uit de gevarenzone. Ja, geeft die bal maar voor. De doelman is nu wel heel ver aan de wandel. Wat is hij van plan? Net op tijd ertussen. Joshua Kimmich. Bal ingeleverd door Atletico. Saul. Davy Prupper. En Paris Saint-Germain op de vijandelijke helft. En veilig weggewerkt. Kan er hier voor gevaar zorgen? Bal retour aan Saul. Christophe Piatek. Schot. En dat is een treffer voor Paris Saint-Germain. 2 doelpunten staan ze nu voor op een tegenstander. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. Ja, de coach die zit zich echt op tevreden. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Kennedy. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Timo Werner. Bal bij de tegenpartij. Slordig van Paris Saint-Germain, dit balverlies. Listige steekbal. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Ousmane Dembele. En nu wordt het oppassen. Voorzet gegeven, hij staat vrij. Hij maakt een duik en kopt hem erin. Goal! Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Nog eens vanuit een andere hoek. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Timo Werner. Ja, op het doel. De doelman heeft hem in zijn handen. Alvaro Morata. Er is een medespeler in de buurt. Christophe Piatek. Hij gaat schieten. Sterke actie van de doelman. Het resultaat is een corner voor Paris Saint-Germain. Corner voor het doel gebracht. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Hij is aan de bal gezet. Ashraf Hakimi. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Benjamin Pavard. Atletico vindt ruimte langs de rand van het veld. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Wat een geweldige verdedigende actie. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen.
Paris Saint-Germain maakt dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Daar staat iemand bij de tweede paal. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Hoe ver zullen ze hem laten komen? Dit kan maar eens een kans opleveren. Voorzet kan vanaf de flank. De doelman maakt zich groot. Knappe redding. Alvaro Morata. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Ferland Mandy. Joshua Kimmich. Donny van de Beek. Kennedy. Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Veel tijd krijgt hij niet. Saul. Hij werkt de bal weg. Saul. Ja, een schot. Redding van het doelman. Komt de hoekschop in het midden. De verdediging werkt die bal goed weg. We zijn er nog niet helemaal. Want er wordt 4 minuten blessuretijd bijgeteld. Kennedy. Donny van de Beek. En zo raakt Atletico de bal kwijt. Benjamin Pavard. Donny van de Beek. Ashraf Hakimi. Timo Werner. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Hij komt met een schot. Via Burki. Het spel gaat verder. Het lijkt wel een schiettent. Maar daarin is het nu rust. Er is al 5 keer gescoord. 4-1. Het krachtsverschil tussen beide teams was in de eerste helft heel groot. Ja, dat uitzicht natuurlijk ook in de score. En ik denk ook niet dat het nog kan worden ingelopen. 1 team domineert deze wedstrijd volledig. Aftrap tweede helft. In het eerste bedrijf maakt 1 ploeg de dienst uit. Hij weet te voorkomen dat hij paas zijn eindstation bereikt. Vervolgt zijn weg naar het doel. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Hij schiet de bal. Deze is voor Neto. Alvaro Morata. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. De man bij de eerste paal. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. En ze hebben de bal weer terug. Over de vleugel. Hij stoomt verderop. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Hij neemt het schot. Daar! Bien joué! Goal voor Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain blijft scoren.
En ze had al zo'n mooie voorsprong. Het verschil moet weer groter. Nou, één ding is zeker. Ze hebben er vandaag ontzettend veel zin in. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. De coach die zit zich echt op te vreten. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Al ingeleverd door Atletico. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Daar schiet hij op doel. Nou, wat een treffer. Van Morata. De doelman weet dat zijn verdedigers ook niet veel te verwijten valt. Wat een klasse. En bij Paris Saint-Germain hebben ze nog wel energie voor een extra doelpuntje. Ja, en dat te bedenken dat ze al zo'n riante voorsprong hadden. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Wissel bij Atletico Madrid. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Joshua Kimmich. Timo Werner nog met de bal. Deze is voor Neto. Ousmane Dembele. Dembele is royaal, hè? Geeft de bal weg. Zou wel eens wat kunnen worden. En de paas op Olivier Giroud. Alvaro Morata. Dit begint op een aanval te lijken. Wat gaat hij hiermee doen? Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Een kans op een counter. Dit kan maar eens een kans opleveren. Op de vleugel voor een voorzet. Deze zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Ousmane Dembele. Slechte bal weer van Paris Saint-Germain. Ze komen opnieuw in balbezit. Keeper pakt hem met alle gemak. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken, hoor, Siert. En de trainer zal zich ook wel afvragen wat hij in hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Atletico vindt de ruimte langs de rand van het veld. Voorzet kan vanaf de flank. Alvaro Morata. PSG levert de bal opnieuw in. En nu snel schakelen voor de counter. Alsnog een gevaarlijk moment. Nou, wat een treffer van Morata. En die verdedigers weten dat hij levensgevaarlijk is. Maar hoe houd je zo iemand tegen? En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Paris Saint-Germain zal nu wisselen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas.
Christoph Piatek. En ze komen weer aan de bal. Olivier Giroud. Nou, zo raakt Atletico de bal kwijt. Pakt de bal goed af. Ashraf Hakimi. Verdediging effectief hier. En hij komt eruit met de bal. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Bal ingeleverd door Atletico. Paris Saint-Germain zet aan hier. Goed geblokt, die bal kan er gewoon in. Ja, het gaat door naar die redding van Bürki. Timo Werner. Olivier Giroud. En zo raakt Atletico de bal kwijt. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Joshua Kimmich. Ferland Mandy. Tahit Chong. Tony van der Beek. Werner. Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Wissel bij Atletico Madrid. Thorgan Hazard. Alvaro Morata. Hij rukt verderop. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Via Bürki. Het spel gaat verder. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. Timo Werner. Olivier Giroud. Die doelman moet opletten. Op de vleugel voor een voorzet. Over de achterlijn gewerkt. Er wordt een corner gegeven. Atletico Madrid gaat wisselen. Kimmich schiet hem in de... Heerlijk gestopt door Neto. Zou wel eens wat kunnen worden. Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was de bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. PSG levert de bal opnieuw in. Thomas Müller. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Christoph Piatek. Ja, die moet erin. Ja, doelpunt. Schitterend. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nou, toch eigenlijk niet. Hè? De verdediging wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, ja, dan is het natuurlijk makkelijk afmaken. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. De coach die zit zich echt op te vreten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Hazard.
kan hij hier voor gevaar zorgen. Hij maakt de actie en verovert de bal. Ze kunnen snel uitbreken nu. Olivier Giroud. Giroud, oh, dat is een fraaie steekpas. Timo Werner. De doelman strakt zich uit en redt. Komt de hoekschop in het midden? Nou, uiteindelijk levert dat dus niets op, helaas. Thorgan Hazard. Er ligt een counter op de loer. Waar was de doelman heen? Onzichtbaar geworden. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Olivier Giroud. Antonio Rüdiger. Timo Werner. Alvaro Odriozola. Saque de esquina. Zo heet dat, een corner voor Atletico. Hoor die Parijzenaren eens zingen. Die zijn natuurlijk dolblij met de voorsprong van Paris Saint-Germain. Ja, uiteraard. En ze spelen ook gewoon een dijk van de wedstrijd vandaag. Die winst is zo goed als zeker binnen. Dat kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Mogelijkheden voor een counter. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Joshua Kimmich. Ferland Mandy. Nou, we gaan nog even door. 4 minuten blessuretijd. En zo raakt Atletico de bal kwijt. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Nee, veel. Maar toch de kans. Zo, wat een mooie. De overwinning was al binnen, maar in de extra speelminuten komt er toch nog een goaltje bij. Nou, en daarmee is de klus helemaal geklaard. Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ja, en niet zo'n beetje ook trouwens. Ze hebben de tegenstander helemaal suf gespeeld. De wedstrijd is gedaan. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Antonio Rüdiger. Thomas Müller. Olivier Giroud. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Marcel Schmelzer. Alvaro Morata. Slechte bal weer van Paris. En dat is het einde van dit duel. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Wauw, wat een wedstrijd van hem vandaag. Hij scoort.